We hebben vandaag helaas niet de tijd om een volledige review op te nemen zoals we dat normaal doen. Met onze dronebeelden en andere videobeelden. Dus ja, jullie houden van POV video's en van reviews. Tenminste, dat hoop ik. Dus we hebben de twee gecombineerd. Een POV review met de Tesla Model S. En dan wel de autotop editie, de P90D met 700 pk of 736 pk. Ja, er is wat discussie. Hoeveel pk heeft dit ding nou? Het zijn elektromotoren, dus het is wat moeilijk te bepalen. We hebben een witte, zwarte velgen zoals je ziet. En nog wat carbon onderdelen hier, dat spoilertje. Ja, voor mij is dit de eerste keer dat ik in een Model S ga rijden. Of überhaupt met een volledig elektrische auto. Dus ja, ik was nog wat sceptisch. En ik ben een beetje omgeslagen. En het begint al leuk bij het open doen van de auto. Want dit is de sleutel, een soort van speelgoedautootje. En je kunt er ja, de hele auto mee bedienen. Je kunt natuurlijk de deuren openen. Maar je kunt ook bijvoorbeeld de voorkant openen. Door twee keer op de sleutel op de voorkant te klikken. Nou, dan zie je hier. Dan heb je nog behoorlijk wat ruimte om wat spullen in te doen. Ondanks dat hier dus nog een extra elektromotor zit. Dit is de dual motor. Nou, dat kan dus ook met de achterkant. Twee keer klikken. En je ziet, je hebt nog echt een behoorlijke bak ruimte. Dat valt me echt heel erg mee. Er kan gewoon echt een, kunnen gewoon een hoop spullen in. Zoals je ziet, hebben we ook behoorlijk wat spullen. Ik zal weer even dicht doen. Door één keer op de bovenkant te klikken. En als je er dan naartoe loopt, je hebt je sleutel in je zak. Dan zie je dat die deurremmels naar buiten komen, wat erg lekker is. Ik heb er altijd veel mensen over horen praten, maar ik heb het zelf nooit mogen ervaren. En dan de eerste keer dat je hier binnen zit. Ja, dat is ook echt iets bijzonders. Deze ja, enorme iPad is revolutionair te noemen. Dit doen nu alle andere automerken na. Je ziet het ook in de nieuwe Volvo XC90. Weliswaar een kleiner exemplaar, maar het werkt werkelijk fantastisch. Google Maps navigatie werkt super. We hebben één nadeel gehad. Zoals jullie weten doen we ook de autobaantests en we waren in Duitsland. En toen leek hij wat problemen te hebben met het invoeren van plaatsnamen, omdat hij dus geen internetconnectie had. En dat is wel een puntje waar aan gewerkt kan worden. Maar verder werkt het allemaal echt super. Je krijgt er Spotify bij. En ja, je kunt zo dingen slepen. Het zou iets snappier en sneller mogen werken. Maar dat zou ongetwijfeld met nieuwere modellen, met een update of zo, met een andere processor voor dit systeem verholpen kunnen worden. Maar voor nu, ja, super. Beste systeem in een auto tot nu toe. Zoals je kunt zien, dit is de P90D en dan draait het maar om één ding en dat is gewoon performance. Dit is gewoon echt een 0 naar 100 beest en dan gaan we eens even testen. Nou, je hoeft de auto dus helemaal niet aan te zetten ofzo, je gaat er gewoon in zitten. Je zit hem eens een D, er is geen startknop of iets dergelijks en je kunt gaan. En daarmee zie je echt dat Tesla heeft gedacht, de conventionele dingen aan het autorijden, de sleutel of een startknop, dat vinden we dan al spannend. Waarom is dat eigenlijk nodig? Nou, dat is dus gewoon niet nodig. En dat zijn dingen waar je eigenlijk helemaal niet over nadenkt. Je denkt intuïtief, een auto heeft een sleutel nodig, heeft een startknop nodig. Nou, niet dus. Hier linksonder heb je het controls menu waarmee je alles van de auto kunt bedienen, zelfs de verlichting. En ja, hier is dus de optie waar het allemaal om draait op het internet en om deze auto, de ludicrous mode. En normaal kun je dus 1300 ampère onttrekken van de accu's. En met ludicrous krijg je, dat is een optie van 11.000 euro, speciale zekeringen die dat vermogen upgraden tot 1500 ampère. En dat zorgt er dus voor dat je die bizarre acceleratie krijgt. Nou, je kunt dus ook nog de steering instellen, de standard, sport. Ik laat hem lekker in comfort, want in sport vind ik hem echt overdreven zwaar. De suspension. Deze is uitgerust, deze auto, met de optionele luchtvering. En dat is echt een aanrader. Hij is echt super.
Hij is echt heel erg comfortabel op de snelweg, ook op hoge snelheden. We hebben al ondervonden dat hij op de autobaan echt met 200 plus super stabiel is. Maar zoals ik al zei, waar het om draait, ludicrous. Hij staat aan en nou, let even op hoe snel dit gaat. Ja, dat is dus 3.0 naar de 100. Daar hebben wij hem op gemeten. Nou, ik heb dit al 20 keer gedaan, denk ik. En elke keer is het even waanzinnig. Het is echt absurd. En het is ook echt fantastisch hoe makkelijk dit ding het elke keer weer doet. Elke keer die 700 pk op de grond krijgt. Hij heeft dus vierwielaandrijving, omdat hij... Elke elektromotor heeft een eigen aandrijfas. En ja, dat werkt echt super. Je hoort ook van mensen dat dit ding eigenlijk veel meer grip heeft dan de minder vermogende versies die maar enkel achterwielaandrijving hebben. En zoals ik al zei, hij stuurt ook fijn, maar gewoon in die comfortstand laten. Dan is hij eigenlijk nog vrij precies en makkelijk te sturen. In sport is hij echt overdreven zwaar en verliest hij gewoon nauwkeurigheid. Kijk, en dit soort wegen zijn gemaakt voor... Dat andere huzaren stukje van deze auto, de autopilot. En die zet je aan door twee keer aan het hendeltje hieronder te trekken. En ja, dan neemt hij gewoon alles van je over. Met dit hendeltje kan ik ook de afstand tot mijn voorganger instellen. En zoals je kunt zien, hoeft niks te doen. Toen ik dit begon te doen, toen was ik nog wat onzeker, ook met bochten. Maar nu, ja... Laat ik het hem gewoon doen. Het is een beetje alsof je in de trein zit. En ja, dit is dus echt het begin van het autonome rijden. En ze hebben het echt... ze hebben deze sprong durven te nemen. BMW, Mercedes, Audi, ze willen allemaal dat je je handjes echt aan het stuur houdt. Op een gegeven moment dan weigert hij ook gewoon om verder autonoom te rijden. En van dat lef van Tesla, ja, daar hou ik wel van. Zij hebben zoiets van, wij doen dat wel. Ja, ik zit hier gewoon echt heerlijk te genieten. Dit is ook waar de auto om draait. Hij is extreem rustig. En volgens mij heeft hij dat met name te danken aan de luchtvering. Ik denk dat je met stalen veren, dit ding weegt ruim 2200 kilo. Dat hij dan misschien wat stuiterig gaat worden af en toe. Maar met die luchtvering is het dus echt super. En het fijne is ook als jouw voorganger weer weggaat. En de auto dus weer optrekt naar de door jou ingestelde snelheid. Dan gaat dat allemaal ook heel rustig bij een verbrandingsmotor. Dan hoor je hem een versnelling teruggaan of die benzinemotor even oploeien. Ja, dat is veel minder comfortabel dan op deze elektrische manier. Kijk, je ziet dat hij nu de lijnen volgt. Ja, echt een revolutionaire auto. Dit was onze eerste Pio 4 review. Met de Tesla Model S P90D. Laat even weten wat je ervan vond in de comments. Vind je dit beter dan dat we normaal doen of leuker? Of moeten we het een beetje afwisselen? Vergeet niet te subscriben linksboven. En onze Facebookpagina en Instagram te volgen. Nou, ik hoop dat jullie dat al doen. Nou, ik ga nog even genieten van deze revolutionaire auto. Want wat mij betreft heeft hij echt en de performance car en de luxe limousine opnieuw uitgevonden. En dat is echt ontzettend knap voor een fabrikant die dit voor de eerste keer probeert.